Valstreek. We praten regelmatig over economische onderwerpen, over onderwerpen die ondernemers interessant vinden. De economische agenda, die trend moet bijna bekend zijn. Dat is het grote aanvalsplan van 6 gemeentes in de Duin- en Bollenstreek, waarmee ze de economie in deze streek willen verbeteren. Dat bestaat uit 11 deelprojecten, moet ik zeggen. En een van die projecten is het ondernemershuis. Het is allemaal verdeeld in werkgroepen. En chef werkgroep ondernemershuis is Pieter Kuyt. Welkom. Zoiets, ja. Hoe zijn ze bij Pieter Kuyt uitgekomen voor die werkgroep? Nou, ik ben in ieder geval gevraagd bij die werkgroep op het moment dat het opgezet werd. Dat werd vanuit de politiek op dat moment geregeld. Er werden wat mensen bijgezocht die wat met ondernemers deden. En in mijn geval ben ik erbij gevraagd, omdat ik voor een werkgever ook actief ben die in de bedrijfshuisvesting zit. Dus ondernemershuis, huisvesten van ondernemers, werkplekken. Daar heb ik in het voortraject wat adviezen en wat verhalen over verteld. En om die reden hebben ze gezegd, kom aan tafel. En toen de wethouder na de eerste sessie zei, het is de bedoeling dat ik niet meer de voorzitter ben, dat moet een volgende zijn. Toen kwamen ze bij mij. Kijk, wat is een ondernemershuis? Nou, dat is eigenlijk een soort thema wat we aan het uitdiepen zijn met een aantal partijen. Het is ooit voortgekomen, het oorspronkelijke idee, uit het ondernemershuis in Katwijk. Dat is daar een paar jaar geleden opgezet. En de voorzitter van de ondernemersvereniging in Katwijk, Peter Jongejan, had dat verhaal op een gegeven moment ook gedropt bij de Bollensteekgemeentes. En die hadden zoiets van, nou, daar moeten wij ook wat mee. En de vraag is, moeten wij daar wat mee in die vorm? Moeten we daar wat mee in een andere vorm? Waar zou zo'n ondernemershuis aan moeten voldoen? Wat zouden de doelstellingen moeten zijn? Kortom, hoe zouden we zoiets moeten gaan inrichten? En daar zijn een aantal mensen voor bij elkaar gehaald. In de werkgroep zit de Kamer van Koophandel, de ESTEC, het bedrijfsleven van de Bollenstreek. Er zit ook een partij die in de werkplekken zit. En de verkenners van het hele verhaal, die hebben daar ook bij gezeten. En we hebben nu een aantal sessies achter de rug gehad, waarin we eigenlijk een beetje gebrainstormd hebben van ja, wat doen wij met een ondernemershuis? Hoe zou dat eruit moeten zien en waaraan zou het moeten voldoen? Oké, hoe ziet het Katwijkse ondernemershuis eruit? Want dat bestaat al, dat werkt al? Ja, maar dat is wel wezenlijk anders als wat we in de Bollenstreek voor ogen hebben. In Katwijk is het toevallig gesitueerd bij Peter Jongejan zelf zijn bedrijf. Het was de bedoeling om dat in de Burg te doen. Alleen daar kwamen ze er met de huurders op dat moment even niet uit. En ze wilden gewoon starten. En daar is ook de Rabobank vrij close bij betrokken. En behalve dat ze daar met ondernemers bezig zijn, zijn ze daar ook vooral met starters bezig en mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen. Dat was niet helemaal de doelstelling van het ondernemershuis voor de Bollensteek. Oké, want u zit in die groep bij elkaar. Er zijn allerlei voorbeelden. Hoe begint u dan? Want u begint met een leeg A4'tje. We begonnen gestimuleerd door de wethouder, die het voorzat eigenlijk met het verhaal van ja, er ligt nu een rapport, er liggen wat doelstellingen. Hoe gaan we het invullen? Wat ga jij eraan doen en wat wil jij ermee? En het aardige was dat heel veel mensen er al mee bezig waren. Er is ook al heel veel geregeld, heel veel afgesproken. Alleen het probleem zat hem een beetje in de communicatie. Er was niet een algehele paraplu waar dat onder hing. Er werd heel veel georganiseerd, maar de een wist eigenlijk niet van de ander waar hij mee bezig was. Dus een van de eerste dingen die bij ons naar voren kwam van ja, we moeten dat gaan ontsluiten, we moeten dat gaan faciliteren. We moeten gaan kijken van nou, wat is er al op dit moment, wat zou erbij moeten? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat voor een ondernemer in de Duin- en Bollenstreek goed bereikbaar is? Want is een ondernemershuis, zitten daar mensen, werken daar mensen die je kan bellen als je een vraag hebt als ondernemer? Of kunnen daar ondernemers die geen eigen onderkomen hebben, kunnen ze daar een bureautje krijgen? Of worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd? Wat zijn de mogelijkheden? Nou ja, dat soort punten werden in eerste instantie op tafel gelegd. Een van de belangrijkste erbij is dat als een ondernemer in Noordwijk zit en hij wil wat in voorhoud, dat hij met compleet andere regels te maken krijgt als in Noordwijk. En net zoals in Teilingen, Hillegom en Roepertmaar. Dus een van de belangrijkste dingen die wij hadden, van nou, als je iets met ondernemers wil, dan moet je naar één aanspreekpunt toe. Dan moet je eigenlijk naar één set regelgeving toe. En je moet naar een plek toe waar die ondernemer terecht kan. Of dat meteen een fysiek ondernemershuis moet zijn met werkplekken, gaat u maar zitten en ga uw gang. Die zit niet helemaal in de eindconclusie, die zat er wel in het begin in. Het zou heel goed kunnen dat er op een bepaalde plek, maar dat kunnen ook meerdere plekken zijn, een mogelijkheid is voor starters of ondernemers om daar te gaan werken. Maar we praten niet alleen over starters, we praten ook over bedrijven die al wat langer bezig zijn. Het is eigenlijk veel belangrijker dat zij een vast aanspreekpunt hebben. Dus waar wij naar streven is dat er 1 of 2 aanspreekpunten zijn die gewoon geregeld en goed bereikbaar zijn.
Die ook spreekuur houden. Dat hoeft niet per se in één locatie. Dat kunnen meerdere locaties zijn in de Duinenbollenstreek. En die ook het netwerken en het organiseren van zaken faciliteren. Ze moeten niet het wiel opnieuw gaan uitvinden, want er is al heel veel. Nee, het zou juist goed zijn als hetgene wat er is, dat goed gepromoot zou moeten gaan worden. En daarvoor hebben we gezegd, van, nou, dat zou je ook online moeten regelen. We hebben al diverse websites, diverse activiteiten. Wat is er nou mooier als je een website krijgt, waar je gewoon per thema eigenlijk alles wat daarover al is, kunt terugvinden. Ja, maar het ondernemershuis zelf moet een soort kenniscentrum worden. Waar de ondernemer belt aan met een vraag en ze zoekt iemand erbij die het antwoord weet. Dat zou een van de taken kunnen zijn. Het moet in ieder geval drempelverlagend zijn voor de ondernemer om de gemeente op te zoeken. Dus moet heel helder een soort contactambtenaar, accountmanager, die moet daar goed bereikbaar zijn. Ondernemer moet het ook goed de weg weten te vinden. En daar waar nodig, een van de partijen die in de werkgroep zit, die zit in de werkplekken met begeleiding. Zou bijvoorbeeld een starter ook fysiek een werkplek kunnen gaan huren met een stuk begeleiding om aan het werk te komen. Ja, maar nu hebben we de Kamer van Koophandel al. Wat is dit dan anders? Nou, de Kamer van Koophandel die heeft de afgelopen jaren flink met bezuinigingen te maken gehad. Dus bijna alle fysieke vestigingen zijn weg. Wordt ook weinig meer georganiseerd en die zijn helemaal naar online toegegaan. En naar informatiezuilen, et cetera. Dat zou ook weer een onderdeel kunnen zijn. Maar dat heeft daardoor niet meer de rol die het vroeger had. Vroeger had je overal vestigingen in Lisse, volgens mij ook nog, Leiden, waar je terecht kon. Dat is niet meer. We zitten nu in Den Haag. Je wordt nu verwezen naar het internet. En waar wij toch wel het idee van hebben, is dat een ondernemer ook gewoon ergens moet kunnen binnenstappen. Nu hebben we bollenkwekers in de Bollenstreek. We hebben vissers in Katwijk. We hebben ruimtevaart in Noordwijk. Hoe breed moet het worden? Je moet overal verstand van hebben. De accountmanagers die moeten in ieder geval de weg weten. Die moeten de mensen te woord kunnen staan en de mensen moeten ze kunnen vinden. En punt 2, en dat wordt nog wel een uitdaging voor al die gemeentes, er moet één set regelgeving komen. Dat vinden we eigenlijk een van de belangrijkste punten. En als er één set regelgeving is, dan zou die dus voor alle ondernemers moeten gelden en moeten alle ondernemers daar ook terecht kunnen. Maar je zei het net al in je inleiding, er zijn een heleboel van die werkgroepen, en er is er ook eentje specifiek voor de bollenkwekers. Uiteindelijk was de conclusie dat al die groepen eigenlijk een beetje in elkaar gaan grijpen. Dus niet alles hoeft per se in het ondernemershuis te passen. Maar het ondernemershuis moet er wel zijn voor alle ondernemers. Ja. En moet dat ondernemershuis dan steun in de brede zin des woords gaan geven? Of is het er meer gericht op de starters helpen, zodat je meer bedrijvigheid krijgt in de Bollenstreek? Nou, in ieder geval moet het voor alle ondernemers zijn. Maar we gaan daar ook heel veel draagkracht bij zoeken. Misschien dat we daar ook afspraken over moeten gaan maken. Een pact moeten sluiten. Dat soort zaken. We willen zoveel mogelijk partijen uit de markt die daar actief zijn bij betrekken. Dus dat kunnen de ondernemersverenigingen zijn, dat kunnen de gemeenten zijn, dat kunnen organisaties zijn die netwerkevenementen organiseren. Zo breed mogelijk steun zoeken, zo breed mogelijk communiceren en zo breed mogelijk toegankelijk zijn. We kregen een paar weken geleden een soort doorkijkje van de stand van zaken wat betreft de economische agenda, dat aanvalsplan van die 6 gemeentes. Dus ook een doorkijkje in het ondernemershuis. Maar wat is de stand van zaken op dit moment? De stand van zaken is dat hier naast mij het conceptplan eigenlijk klaar ligt. Dat moet eind maart gepresenteerd gaan worden aan alle gemeenteraden van alle werkgroepen. Waarbij er op die avond al geroepen werd dat dat niet gaat lukken dat alle werkgroepen tegelijk klaar zijn. Maar wij zijn er in ieder geval met het ondernemershuis redelijk klaar voor. We hebben nu het conceptplan liggen. We komen volgende week nog een keer bij elkaar en dan gaat het verhaal door. We hebben wel heel duidelijk gezegd, we komen met een aantal aanbevelingen. Nou, die heb ik tijdens dit gesprek een beetje laten vallen. Dit is de richting die we op moeten. Vervolgens moet je gaan invullen. En de mensen die in de werkgroep zaten, een heleboel, die zitten in die business en die zouden het zo kunnen invullen. Maar we hebben wel gezegd, van, nou, als in ieder geval de grote lijn duidelijk is, moet er een vervolgwerkgroep gaan worden die dat echt in detail gaat invullen. Oké, dus dat krijgt nog een vervolg. Maar eerst moet er een stempel opgezet worden door de politiek? Eerst moet alle gemeenteraden gaan zeggen van dit is de kant die we op willen gaan. Dit is de kant die we met het ondernemershuis op willen gaan. Op het moment dat dat duidelijk is, er is budget, er zijn middelen, ja, dan kan je het gaan invullen. Maar er wordt best wel tempo gemaakt met die economische agenda dankzij 2 van die kwartiermakers die ermee aan de slag zijn. U bent bijna klaar met uw rapport, dan gaat de politiek erover beslissen. Als het allemaal goed gaat en we blijven in die vierde versnelling rijden, zou ik maar zeggen. Want dan zou het dan mogelijk zijn dat de deuren open gaan? Wat betreft de ondernemers kan dat heel snel. Hoe dat met 5 gemeentes gaat, dat is altijd weer een uitdaging. Maar wat mij opviel binnen de groep, en daar zaten dus echt uit verschillende geledingen zaten daar ondernemers, was dat we het eigenlijk wel heel snel eens waren.
En dan ook redelijk unaniem waren in de richting die we op moeten. Dus ja, zou daar een vervolg komen voor het ondernemershuis, zou het wat betreft die werkgroep vrij vlot kunnen gaan. Dus we praten over het najaar van dit jaar? Makkelijk. Oké, nou dan gaan we dat afwachten. Of dat gaat lukken. Maar eerst de politiek nog. En dat kan soms vertragend werken. Maar wie weet, dit keer niet. Pieter Kuijt, bedankt voor de toelichting.